Op deze toch hele legendarische plek, recht tegenover de tribune, precies in de lijn van het middenveld. Daar staat Aart Goossense, de voorzitter van DVS 33, vlak voor de wedstrijd, 2:30. De spanning stijgt, Aart. Ja, de spanning die stijgt meestal wel rond een uur of één al. Dat merken ze thuis ook al, dus dan ga ik maar naar DVS. Want DVS is toch mijn tweede thuis, wat dat betreft. En dan begint het al een beetje. En dan voel je al een beetje met de jongens mee. En dan wordt het pak een beetje zo'n beetje 2:15. Dan maak ik meestal even een vast rondje. En dan loop ik even langs de keeper. En dan zeg ik altijd, Paul, dit en dat. En de verdedigers zijn even met elkaar bezig. En dan je noemt ze even bij de naam en ze groeten even. En dan is het 2:30. En dan fluit de scheidsrechter voor de aanvang. Ja, dan is het al van, voordat hij fluit, dan is het al van Heiko, Joran, of Basiel, of Dennis, of Roald, de achterhoede spelers. En dan gelijk scherp beginnen. Goed opletten. Want het begin is altijd heel belangrijk. Of je zegt tegen de voorwaartsen, van nou, kom op jongens, we gaan er tegenaan. En met de bedoeling dat we ook gaan winnen natuurlijk. Je bent naast natuurlijk een geslaagd zageman, Ago, hè? We zien het heel vaak natuurlijk. Hè? En ook daar ben je waarschijnlijk net zo'n bindend figuur als hier bij DVS. Maar zelden heb ik een voorzitter meegemaakt die echt zo'n voetbaldier uitstraalt als jij, Aart. Dat heeft toch geschiedenis? Ja, de geschiedenis heb ik wel bij DVS. Toen ik 8 jaar was, dan was ik lid, zeg maar. Dus dat is zo'n 50 jaar geleden. En ik woonde recht tegenover het hoofdveld. Dus nu is het nog wel eens zo van, mogen de jongens wel op zondag op veld voetballen? Nou, dat heb ik dan op zich nog niet zo heel veel moeite mee. Want ik deed het vroeger zelf ook. Nu hebben we hier wel kunstgras. Maar goed, ga ik meestal zelf even kijken wie er dan voetbalt. Maar ik heb inderdaad wel wat met DVS. En dan zodra dan ook maar door de week s'avonds die lamp aangingen. Ja, dan was ik gewoon na het eten zat ik de hele avond op DVS. Maar legendarisch is natuurlijk dat hooghouden van jou. Hè? Noem dat aantal nou nog eens op waarmee jij toen, denk ik, toch heel hoog geëindigd bent in de top 3 of zo. Nou, moet ook niet overdrijven, want nu kom ik soms als mensen tegen. En van die echte senioren en die verhalen worden steeds sterker. En daar wil ik natuurlijk een beetje van waken. En ik was zelf, het was 1973, ik was 14 jaar. En wat ik net ook bedoelde aan de sportlaan. Dan was ik iedere avond onder de lantaarn was ik aan het oefenen. En dan kwam er weer een auto aan. En dan kwam er weer een andere fietser aan. En je bouwde op een bepaald moment toch weerstand op. Dus je moet op een gegeven moment, oefening baart kunst. En wat dat betreft, misschien moet je een klein beetje aanleg hebben. Maar het was met de voet ongeveer zo rond de 7000 keer. En dan met hoofd 3000. Nou, toen allemachtig. Hey, dat is alles bij elkaar toch. Dan ben je nogal een tijdje bezig. Dan ben je inderdaad een tijdje bezig. En vooral als 14-jarig jongetje. Dan voel je natuurlijk een heel jongetje ook binnen de club. Want je keek altijd wel op tegen de jongens van de A1. En zelfs zat je nog amper in de C. Zeg maar. Zoals nu de C is. Maar goed. In ieder geval. Ik heb er heel veel plezier ook aan beleefd. We mochten toen ook naar de landelijke finale. Samen met Wijnand Wilderman. Hoorden we tot de 25e beste van Nederland. En toen was het eerste onderdeel. Was penalty schieten. En uiteindelijk, het eerste onderdeel penalty schieten heb ik nog gewonnen. Maar toen moesten we, want toen was het de weersomstandigheden, het was veel regen. En het is nog dezelfde locatie op Zeist. Toen moesten we naar binnen. En toen zaten we allemaal te veel deelnemers in een korte gymzaal, zeg maar. En dan had je meer last van elkaar. Uiteindelijk ben ik iets van rond de 10e plek. Doe maar. Wat mij nou ook zo opvalt, je bent een voorzitter die straalt verbinding uit. Je bent net zo makkelijk met de dames 1 bezig als dat je 's morgens aan het fluiten bent. En je bent hier met het eerste bezig. En dat begin je langzaam maar zeker toch te zien. Af te stralen op de vereniging. En dat vind ik zo mooi. Bovendien ben je ook een hele sociale voorzitter. Want je helpt mee de boel opruimen. En je gaat achter een bal aan of zo, wat dan ook. Ja, gaan we nu een staaltje van die. Ja, dan komt hij erop. En hij haalt hem weer op en de spelers kunnen weer verder. Ja, daarin ben je toch wel een unieke voorzitter. Ja, nou, ik wil de snelheid in het spel houden. Maar kijk, het punt is, maar de meeste de medebestuursleden die kennen me onderaan natuurlijk wel. Ik wil eigenlijk ook zo snel vergaderen als ik voetbal.
Dus gewoon korte klappen maken. Niet te lang over de dingen, de dimdammen. Natuurlijk, we kunnen best wel eens een keer iets langer over de stof nadenken. Maar wat dat betreft, dat is ook met voetbal. Als die bal in het strafschopgebied is en je bent verdediger, dan kun je ook niet gaan overleggen en zeggen van nou, moet die bal er nou wel uit of moet die bal erin blijven? Nee, die bal moet dan weg. En ja, en zo is dat natuurlijk op bestuurlijk vlak, ook binnen de club ook. Kijk, voor mij is ieder mens, en dan praat ik even over DVS, ieder mens vind ik belangrijk binnen de club. En of je nou een kind bent, of je bent een armoedzaaier, of je bent een rijke man of vrouw, maakt me allemaal niet uit. Ik vind iedereen vind ik gewoon belangrijk. Ik zal ook nooit denken van die persoon, die ziet er aan de buitenkant niet zo aantrekkelijk uit, dat zal wel niks zijn. Zo zal ik nooit, nooit denken. Want dan, dat is met voetbal ook zo. Je moet altijd goed aan de wedstrijd beginnen, goed opletten en altijd proberen zelf beter te zijn. En ik krijg er zelf ook energie van door met andere mensen om te gaan. En die mensen vinden dat denk ik ook wel prettig. Ik vind het zelf ook wel prettig. En als mensen wel eens mopperen tegen mij, dat heb je natuurlijk toch. Ze mopperen ook wel eens over mij of tegen mij of wat dan ook. Dan denk ik toch altijd van nou, je kent toch niet het hele dossier. Dus dan heb ik er ook meer begrip voor. He, dus, en goed. En als iemand een keer wat te zeuren heeft, dan zegt het vaak meer over zijn of haar karakter dan over de klacht, zeg maar. Voor zover de klachten zijn bij DBS. Ja, precies, ja, zo is dat. Afgelopen zaterdag moet je toch wel enorm genoten hebben. En ja, waar zou dit naartoe kunnen gaan, Aart? Ja, nou, ik heb inderdaad. Het punt is, ik heb de hele voorbereiding ook met de jongens meegemaakt. Ik ben met de jongens meegeweest op trainingskamp. Dat was op verzoek van de staf. Kijk, ik wil mezelf niet naar voren werpen van ik ben voorzitter, dus met andere woorden, ik wil overal bij zijn. Nee, ik wil ook wel natuurlijk dat de staf zijn werk kan doen. Dus daar moet ik me dan niet mee bemoeien. Maar goed, de staf die vond het toch wel prettig dat ik mee zou gaan. En toen ben ik ook, ook meegegaan. En dan zie je wel dat er wel wat groeit, ook binnen de selectie. En ik zie ook al wel dat de jongens, die hebben veel voor elkaar over. Ik zit nu 8 jaar in bestuur. Ik denk dat ik een trainer of 4, 5 meegemaakt heb. Alle trainers hadden hun eigen kwaliteiten. Dus ik wil maar zeggen, er was ook niet één slechte trainer bij. Alleen, dat zijn ook weer verschillende mensen. En de ene trainer heeft een wat kortere houdbaarheidsdatum dan de andere trainer. Maar ze hebben natuurlijk toch ook wel aan DVS wat toegevoegd, wat ik dan meegemaakt heb, zeg maar. En dan zie ik de bekerwedstrijd tegen Quick Boys, hadden we gewoon moeten winnen. En dan zie ik de eerste uitwedstrijd tegen Dovo, hadden we gewoon moeten winnen. Dat was een onnodige nederlaag. En dan zie je wel dat de jongens ook tegen ACV toch ook wel heel scherp en ook wel het idee hadden van jongens, nou moet het er toch een keer uitkomen. Ik had vandaag iemand van Spakenburg aan de telefoon. Dat ging over ledbord, ik moet er nog even over nadenken of ik er aan meedoe. Maar goed, ik zeg al tegen die mevrouw van de businessclub, ik zeg hou in de gaten. DVS komt zaterdag om 3 punten te halen. He? 2 jaar, 3 jaar geleden waren we topklasse, waren we echt underdog. Hebben we heel goed gespeeld toen, 1-1. Paul Epping was toen heel sterk, maar we hebben toen ook kans laten liggen. Jassi Koert zie ik nog zo doorlopen, richting de keeper. En Kai die maakte heel mooi gelijk. En we kwamen 1-0 achter door een foute terugspelbal. In dit geval was dat Mike, maar die maakt dat natuurlijk altijd weer goed zaterdag, aanstaande zaterdag. En dan denk ik van nou, we gaan niemand onderschatten. We gaan ook niemand extra stimuleren van DVS denkt dat ze wel even winnen. Nee, zo is het niet. Maar DVS is niet meer de underdog. En dan moeten wij nu eigenlijk iedere wedstrijd maar aan denken dat je niet het idee hebt van de tegenstanders gaan zich op DVS instellen. En dat is toch even een fenomeen waar wij aan moeten wennen. Maar ik denk als wij zaterdag ons eigen spel spelen, nou dan maken we een hele grote kans. Mooi, dat even wat de selectie betreft. Maar met de hele vereniging gaat het ook heel erg goed. En als je het park opkomt, dan denk ik ook van zo, dat ziet er netjes uit. Ja, het ziet er inderdaad heel netjes uit. Want we hebben nog eind augustus hebben we extra ledenvergadering gehad. Dat ging nog over het hele LED-verlichting gebeuren, zeg maar. Want dat moet voor 1 november moet dat klaar zijn. Nou, het is toch een investering weer van een paar ton. En dan denk je van ja, goed, DVS is de enige vereniging in deze regio die dat zo groot aanpakt. En met medewerking, mag ik ook wel zeggen hoor, van de gemeente Ermelo, maar zeker ook de Rabobank. Want dat is toch wel onze huisbank. Ik zou zo zeggen, let it be. Ja, let it be. Maar het is heel mooi licht. En de gemeente die heeft ook gevraagd of wij ook, als een soort pilot ook willen fungeren voor andere verenigingen. Nou goed, en
Ja, dat is toch een beetje DVS van de laatste jaren. Gewoon initiatief willen nemen. En dat is met voetbal ook zo. Je moet af en toe gewoon een beetje druk uitoefenen. En dan, nou ja, goed. Weet je wat ik nou zo'n leuke actie vond afgelopen zaterdag? Zag je op een gegeven moment na het tweede doelpunt. Hup, dan kreeg je weer dat DVS-lied, weet je wel. Het is feest en zo. En dan zie je opeens die meiden van het eerste elftal werkelijk een feestje bouwen. Hè? Dat bedoel ik met binden, samen, verbinden. Nee, maar dat klopt ook inderdaad. Ik heb die opname ook gezien. Daar hebben jullie trouwens heel mooi in beeld gebracht. En want ik zag Fred en Hans zag ik ook nog even zitten in die hoek. En, maar dat is inderdaad wel zo dat je krijgt steeds meer ook mensen binnen DVS. En of het nou teamgenoten zijn of andere, van andere elftallen. Of het zijn ouders of buren of wat dan ook. Ja, ze willen graag naar DVS komen. En dat heeft enerzijds natuurlijk ook wel te maken dat we gewoon ook wel proberen aantrekkelijk voetbal te spelen. En daar komen de mensen ook voor. Dus. Ja. Oké, Aart, ik zou zo zeggen, aanstaande zaterdag, dan zien we elkaar ongetwijfeld weer. Ik weet niet waar je gaat staan in Spakenburg, maar één ding is zeker, over anderhalve week tegen Maghreb, dan sta je hier weer op je plekje. Ja, nou in Spakenburg dan moet je altijd iets aan de zijkant staan, want daar zijn de supportersvakken zijn gescheiden. Dat hoeft voor DVS mensen hoeft dat helemaal niet. Maar goed, dat is natuurlijk beleid van Spakenburg. Maar inderdaad, over anderhalve week thuis tegen Maghreb, dan sta ik hier weer. En dan gaan we er gewoon weer voor. En nou, ik heb alle vertrouwen in dit seizoen dat we gewoon lekker meevoetballen. En dan bekijken we het van wedstrijd tot wedstrijd. En dan zien we wel wat er van komt. En dan met de hulp van jou. Kom op, Heiko. Ja, er naartoe. Kom op, scherp. Nou, ik probeer natuurlijk af en toe wel, ik sta natuurlijk ook altijd, dat is ook mijn positie hier. Ik sta natuurlijk wel aan de overkant van de trainer, want anders zou ik me veel te veel bemoeien met de trainer. Kan die ook niks meer zeggen. Maar ik probeer wel tactische aanwijzingen te geven van nou, kom op, geef rugdekking. Of let op die man, of er komt een lange bal, of maak meters. Ja, ik bedoel, en de jongens, ik heb wel eens, in het verleden wel eens gevraagd, en vroeg ik ook wel eens aan Ali, van nou, heb je er nou nog wat aan? Nou, zegt hij, ik hoor je wel, en het scheelt maar 1%. Maar het gaat natuurlijk onder andere in top amateurvoetbal om details. En dan als je daar aan mee kan helpen, nou ja, waarom ook niet? Zo is dat. Ik hoop dat de DVS-TV-kijkers het volhouden, het hele weekjournaal, om naar jou te luisteren en naar mijn vragen. Maar ik vind het in ieder geval interessant genoeg, Aart. Ik wil je daarvoor bedanken namens DVS-TV. Ja, goed zo. Nou, jullie ook bedankt. En ook mede dankzij DVS-TV zetten we wat dat betreft deze mooie vereniging wel steeds meer op de kaart. En dat is ook prettig om mee te maken, zeg maar. Heerlijk om daaraan mee te werken. Zeker weten. Okay. Bedankt.